Vandaag vieren we Wereldwaterdag, een dag gewijd aan het belang van zoetwaterbronnen en het bevorderen van duurzaam waterbeheer. Dit jaar staat de dag in het teken van Water voor Vrede. Water is essentieel voor alle aspecten van ons leven, van drinken en sanitaire voorzieningen tot landbouw, industrie en ecosystemen. Oklaya Verweij, hydrogeoloog, zegt dat zowel de wereld als Suriname uitdagingen kent als het aankomt op zoetwaterbronnen. Over bescherming van onze watervoorraden moet daarom samen nagedacht kunnen worden, vooral met de veranderende klimaatpatronen. Te maken hebben bijvoorbeeld met hele natte periodes, die zullen zorgen voor overstroming, doordat je dus in een hele korte periode heel veel neerslag hebt of overstromingen vanuit de zee. En dat zorgt dus voor verliezen, et cetera. Maar je hebt dan ook hele droge periodes waarbij mensen watertekorten hebben, rivieren die droog lopen, landbouwarealen die weinig irrigatiewater hebben. En dat zijn dus allemaal uitdagingen die ons aan het denken moeten zetten hoe wij in de toekomst met onze voorraden omgaan en welke acties we met z'n allen gaan ondernemen. Verweij benadrukt dat vanwege deze ontwikkelingen het van groot belang is dat landen gaan samenwerken om hun watervoorraden te beschermen. Ze geeft aan dat verschillende gebruikers baat hebben aan een watervoorraad. Het mag nimmer zo zijn dat een bepaalde type gebruiker last ondervindt van een andere. Bijvoorbeeld een rivier die gebruikt wordt door verschillende mensen en dan wordt de rivier vervuild door de ene partij, terwijl de andere partij het water moet gebruiken om te drinken of moet gebruiken om voor de landbouw, toerisme, noem maar op. En die samenwerking moet uiteindelijk gefaciliteerd worden door het beleid met als dekking eigenlijk wetgeving. Wetgeving is sowieso heel erg belangrijk om je watervoorraden te beschermen, omdat dat de basis is. Met wetgeving heb je natuurlijk niet alles gedaan, maar zoals ik het al zei, je schept de basis, omdat dat dus verdere acties gaat vereisen. De acties die ondernomen zullen worden om de kwaliteit van onze watervoorraden te garanderen, zullen volgens Verweij breed gedragen moeten worden. Er zal beleid nodig zijn om dit te kunnen garanderen.